Ja, even een update over de vraag die ik had. Nou, dit is dus het profiel van degene die, zonder dat ik kon zien wie het was, zonder dat mijn vrienden op Facebook konden zien wie het is en zonder dat ook maar iemand kon zien wie het was, het enige wat, 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 wat naar boven kwam was één andere persoon. Maar dat is voor mij uitgezocht. Ja, en dat is dus deze meneer Ikke dus is het profiel. Nou, dan kijk je even op zijn tijdlijn. Waar? Ik hou van jou. Nou, klikken wij even op dat profiel. Ja. Ja. Ja, zeg het maar. En als je dan doorklikt op zijn profiel, dan zit je al gauw in de vreemde, vreemde zaken. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb vanaf zijn profiel van Ikke dus, ik denk, nou dan deel ik dat toch eventjes op mijn tijdlijn. Kijken wat er gebeurt. Nou, dat heb ik dus gedaan en een verhaaltje bijgeschreven. Meneer Ikke, dus verklaar je nader, mystery guest. Nou, hij reageerde acuut. Dat ik je beloven. Ten eerste reageert hij: Er is niets raars aan mijn profiel of mijn contacten. Mijn like is alleen maar bedoeld als een opsteker omdat je dit gepost hebt. Goede zaak om dit weer eens onder de aandacht te brengen. Dat was zijn eerste reactie. Nou ja, dan had hij wel een thumbs up gegeven en had hij het ook niet anoniem gedaan voor de. Hele Wereld. Het was een verbaasd poppetje en verborgen voor de hele wereld. Dus het was een soort cryptische boodschap aan mij. Persoonlijk. En ik mocht niet weten van wie die kwam. Nou, dat weet ik inmiddels wel. Deze meneer, ik het dus. Maar hij reageerde acuut publiekelijk. Nou, dat is nog even een verhaaltje op doorgegaan, natuurlijk. Ik heb hem ook wel van repliek gediend en het laatste wat haar En dan schrijft hij verder, jongen, jongen, ik vind jullie uitspraken eng, maar ik veroordeel jullie niet en al helemaal niet zo in het openbaar. Dat ik mijn profiel zo heb ingevuld is mijn keuze. Dat hoeft niet jullie keuze te zijn, maar zomaar iemand veroordelen, zonder dat je diegene kent, dat vind ik nog wel wat. Mochten jullie met vragen zitten, dan had je die gewoon kunnen vragen in een pb. In een pb? Ik wist niet eens wie je was, jongen. Je had je hele, hele profiel verborgen voor de hele wereld. Vergeet niet Spongebob te blokken voor jullie kleinkinderen. En alle vluchten annuleren naar de Filipijnen. Het blijkt dat dit niet goed is voor de mensheid, al dus hierboven beschreven. Nou, ik denk nog dat die grappig is ook. Maar uiteindelijk... Schrijft hij dan? Om voor mij dit topic te beëindigen, zal ik een klein beetje vertellen. Ik heb jarenlang projecten opgestart voor weeskinderen en dakloze kinderen in de Filipijnen, Gingoon en omstreken. Ja, ja. Ervoor gezorgd dat die kinderen ook naar school kunnen gaan. Voordat er weer rare verhalen en sprookjes door jullie verzonnen worden? Nee, ik ben er niet geweest. Ik heb alles verzorgd. Hier, vanuit mijn eigen huis, van mijn eigen zuurverdiende geld. Goede tip van mij voor jullie. Veroordeel de mensen niet voordat u ook echte bewijzen heeft. Voordat u ook echte bewijzen heeft. Nou... Ik heb um, eens een keer een, um, iemand in mijn zeer directe omgeving, die, uh, die was uh, pedofiel en die had uh, ook een computer met allemaal kinderporno erop, daar kwam uh, iemand anders achter en um, nou deze, deze man... Die keerde zich uh, ontzettend tegen mij, hoewel hij helemaal niet, ik wist toen nog niet eens dat hij pedofiel was en die bende op zijn tijdlijn verborgen had, maar ik kwam erachter dat hij altijd naar mijn jonge dochter liep te gluren en op een gegeven moment keerde hij zich helemaal, hij begon het oorlog tegen me, nou en ik weet het niet wat, hij wou me de buurt uitpesten en ik weet het niet wat. Maar intussen liep hij dusdanig met mijn jonge dochter te, 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 te flirten, echt openlijk, dat ik denk: jongen, jij, 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 jij bent pedofiel. En toen heb ik hem in een privébericht, hij begon bij allemaal vreselijke privéberichten te sturen: van, van kankerhoer en, uh, en wegwezen uit de buurt hier, jij en ik weet niet wat. En toen heb ik hem privé, heb ik hem even van repliek gediend. En het enige wat ik privé tegen hem zei was: pedo. Ik weet wel wie jij bent, pedo. Jongen, hij werd zo overstuur. Een paar uur later had ik de politie op mijn stoep. Want ik had hem vals beschuldigd. En daar ging de hele buurt rond toeteren dat ik hem vals. En het eerste, oh nee, het eerste antwoord wat hij toen gaf aan mij. Ik zei: pedo. En het eerste antwoord wat ik van hem kreeg is: Heb je daar bewijzen voor? Nou, iemand die schuldig is, die vraagt: Heb je daar bewijzen voor? Waarom? Omdat hij zich betrapt voelt. Iemand die totaal onschuldig is aan dat soort praktijken. die wordt furieus. En die gaat er alles aan doen, publiekelijk, om dat te weerleggen. Dat zou ik doen. Want je mag mij van alles beschuldigen. En als je me vals beschuldigt, nou, dan zal ik alles uit de kast trekken, jongen. En ik doe en zeg alles in het licht. Nou, deze meneer ik dus, die heeft niets in het licht gedaan of gezegd. Maar het enige waar die het druk mee heeft, is dat ik daar geen bewijzen voor heb. En een van de lulverhalen... Er is niets raars aan mijn profiel of mijn contacten. Mijn like is alleen bedoeld als een opsteken. Bla bla bla. Bla bla bla, meneer Ikke dus. Maar dit is hem, jongens. Dit is meneer Ikke dus. En dit zijn de contacten die hij heeft. Ja, ja, in verre vreemde landen. Filipijnen in dit geval. Dus ik heb hem gezegd. Nou, zullen we even live chatten dan? Dat ik even, wie ben je eigenlijk? Wat is nou je echte naam? Nou, hij reageert niet, want hij poept in zijn broek van angst. Ja, dat doen ze dan, hè? Nou, ze doen me lekker. Maar dit was even mijn update voor zover. En ik heb, uh, ik, ik, uh, weet je, alles wat in het verborgen is, wordt, wordt openbaar. Op een dag. Het is niet altijd op de dag dat je het wilt, maar met een geduld kom je een heel eind. En, uh, weet je, de waarheid komt altijd aan het licht, vroeger of later. Dus uh, iedereen die wat verberg heeft, die, uh, ja, die heeft rijden om bang te zijn. En mensen die wandelen in het licht, die hebben helemaal geen rijden om waar en ook bang voor te zijn. Nee, nou, dat was hier even, jongens. Hoi. En bedankt degenen die mij helpen om deze lugubere praktijken uh, aan het licht te brengen. Voor Pentecostal Closed Churches, die site. Thank you, peoples. Yo, we gaan door. Hoi.